We zijn aangekomen bij het laatste deel van onze tweede reeks van de e-learnings. Nou, wat gaan we vandaag doen? Ik ga een pixie haircut voor jullie snijden. En we gaan met leuke rood accenten er een kleurtechniek in aanbrengen. Pixie haircut, dat kan natuurlijk zo kort als dat je wilt. Maar we hebben met één ding rekening te houden en dat is met de implant van het haar op een dolhead. Als je die heel kort gaat knippen, dan is het net stekelvarken, want dat haar is zo rechtstandig in die dolhead ingezet. Dus ik ga hem iets langer laten, maar net wat ik zeg, bij je klant kan je hem echt wel wat korter kan je erin knippen. De kniptechniek, de afdeling en alles blijft hetzelfde, maar aan jezelf is dan de keus hoe kort dat je gaat. Maar voor op de dolhead, om een mooi eindresultaat over te houden, ga ik dus ietsje langer werken. Nou, we beginnen dus met die pixie haircut, dat wil dus zeggen een korte coup. Eerst de afdeling, net zoals bij alle andere kniptechnieken, afdelen kost even tijd, maar daarna heb je heel snel je afdeling erin zitten, of je kniptechniek heb je erin zitten. Nou, dan ga ik eerst naar een middenscheiding. Daar. En dan gaan we bovenop een grote driehoek afdelen. Die driehoek die begint niet boven op het hoofd, maar die komt echt van net onder de kruin. Het makkelijkste is dan dat je ervoor gaat staan, dat je dan je punt van je kamden zet. Nou, dan wil ik ongeveer zo'n 2 centimeter boven de contourrand wil ik eindigen. Dus daar zet ik mijn duim. Kijk, en dan is het makkelijk om die diagonale lijn erin te maken. Ik plaats hem ietsje hoger. En dan aan de andere kant doe ik exact hetzelfde. Dus hij komt echt van ver achter op het hoofd. Ik plaats mijn duim aan de zijkant daar waar ik wil eindigen. En dan trek ik in één keer mijn diagonale lijn daarheen. Check dan of beide kanten je eindpunt gelijk is. Nou, dan zie ik dat ik daar ietsje hoger ben, dus ik neem echt wel even de tijd om mijn afdeling erin te maken. Zodat ik zeker weet dat ik aan beide kanten gelijk ben. Nou, wanneer ik dat dan gedaan heb, dan zet ik dit gedeelte, dat zet ik vast. Zo. En ook weer met een platte klem. Ik zie ontzettend veel foto's op Insta en op Facebook voorbij komen dat jullie allemaal heerlijk aan het trainen zijn. Maar ik zie ook nog steeds wel dat er de nodige vlinderklemmen gebruikt worden. En net wat ik zeg, die vlinderklemmen zitten toch vaak in de weg. Dus probeer met platte klemmen te werken. Oké. Dan heb ik mijn driehoek bovenop heb ik erin zitten. Dan ga ik naar het achterhoofd. Ik zal hem even iets hoger zetten. Zo. Daar plaats ik een middenscheiding. En dan, net zoals bij de andere afdelingen, bij het achterhoofdsbeentje plaats ik een rechte lijn. Nou, die dollard die heeft geen achterhoofdsbeentje. Dus ik plaats mijn kam er tegenaan en daar waar hij de hoofd uit raakt, daar zit mijn afdeling. Zo. Dan zet ik dit gedeelte vast. Nou, en dan ook weer aan de andere kant, ik loop even voor het beeld langs, doe ik exact hetzelfde. Zo. Wat belangrijk is, is dat dit gedeelte, even kijken, dit gedeelte, dat je dat in één keer tussen je vingers kan nemen, want dat scheelt je weer tijd met werken. Nou, we gaan dus de onderkant wat korter snijden. Want ik vind het wel heel mooi bij deze look dat ik een heel zacht eindresultaat overhoud. Ik wil mijn vingers gelijk hebben aan de schedelvorm. Wanneer de stand van het hoofd dan op deze manier rechtop is, dan moet ik echt wel, dan moet ik heel moeilijk gaan staan. Dus voor mezelf, om het zo makkelijk mogelijk te maken, zeg ik ook tegen de klant in de salon, buig maar naar voren. Want dan is het heel makkelijk om mijn vingers
op deze manier te plaatsen. Maar voordat we met z'n allen beginnen met het snijden, zou ik zeggen, zet hem op pauze, maak je afdeling erin. Dus net onder het kruingedeelte begint je punt, diagonale lijn voorwaarts, scheiding op het achterhoofd, scheiding op het achterhoofdbeentje, een rechte scheiding. En dan vanuit daar kunnen we met z'n allen kunnen we gaan snijden. Dus afdeling maken en dan gaan we door. De afdeling hebben we er nu in zitten, dus dan kunnen we gaan snijden. Nou, zoals ik ook al in mijn vorige e-learnings heb aangegeven, voor het snijden zijn er een paar dingen heel erg belangrijk. Ten eerste dat je dolhead of je klant gewassen is, dat die goed vochtig is, want je wilt ten alle tijde niet dat je mes gaat schrapen in het haar. Nou, vervolgens heb ik ook al een nieuw mesje in mijn mes gedaan, dat ik zeker weet dat die scherp is. En we gaan snijden in een C-vorm. Dus op deze manier, in kleine C'tjes. Want ik kan ervoor kiezen om heel sterk in het haar te gaan snijden. Maar dan zou het kunnen zijn dat ik een heel piekerig, wat pluizig eindresultaat overhoud. En dat wil ik niet. We gaan werken met een reizende gidslijn. Dus dat wil zeggen dat ik constant mijn passé meeneem. Daar waar je aan het snijden bent, daar sta je ook. De klant of de dolhead kijkt dan naar beneden, want ik wil mijn vingers evenredig hebben aan de schedelvorm. En dan is het makkelijkste dat je klant of dat je je dolhead naar beneden laat kijken. Want je wil voor jezelf zo makkelijk mogelijk werkhouding hebben. Oké, dus daar gaan we. Ik projecteer het haar naar me toe. Mijn vingers die gaan in een lichte hoek, want dan ben ik evenredig aan de schedelvorm. Ik gaf al aan dat we de dolhead wat langer gaan laten. Niet te kort, want anders dan is het eindresultaat echt niet mooi. En dan denk je bij jezelf op het einde van, nou, wat heb ik nou toch gedaan? Dus ik ga hem ongeveer op 1 centimeter of 4 ga ik hem hier afsnijden. Dus de vingers zijn evenredig. En ik snij voor mijn vingers. Mijn mes gaat er bovenop. Ik zal zo dadelijk de dolhead ook draaien, hoor. Dan kunnen jullie het wat beter zien. En dan in C-vormpjes snij ik het haar af. En zoals jullie kunnen zien, mijn vingers blijven op dezelfde plek. Ik glij niet mee naar beneden. Want dan zou ik extra lengte in de nek zou ik creëren. Nou, volgende passé erbij. En dan laten we de cameraman even dicht in beeld komen. En misschien moet ik eventjes draaien. Dan kunnen we het langs twee kanten kunnen we het goed in beeld brengen. Dus ik neem mijn gidslijn neem ik mee. Dus mijn lichaam is ook rechtstandig voor de passé die ik ga snijden. Nou, ik snij dus voor mijn vingers. Daar zie ik mijn gidslijn. En dan kijk met een C-vorm. Ik kantel mijn mes. Haal je dus je passé, haal je eraf. Nu heb ik ook al commentaar gehoord van mensen die zeiden van als ik ga snijden, dan glijdt dat haar elke keer tussen mijn vingers uit. Nou, dan kan ik een kleine tip geven. Wanneer ik mijn vingers zo hou, dan zit er hier een kleine opening. Dus wanneer ik het haar ga snijden, dan kruis ik mijn vingers op deze manier. Dan sluit dat gat daar en dan heb ik meer grip op mijn passé. Dus ik ga door met de volgende. Ik zal weer even een beetje draaien, dat het goed in beeld is. Reizende gidslijn, dus elke passé komt loodrecht uit de hoofd uit. Ik neem mijn vorige passé, die neem ik mee. Mijn vingers zijn evenredig aan de schedelvorm. De gidslijn gaat nu los tussen mijn vingers, dus dan weet ik dat daar het moment is om te snijden. Kijk, mijn vingers blijven ook op de plek, niet mee naar beneden glijden. En als ik dan het haar naar beneden kan, kijk, dan zie je dat ik nog een lengte heb die gewoon mooi glad valt. Ga je korter dan mij, dan gaat het haar echt steken. Dus probeer deze lengte aan te houden. Ga met de ronding van het hoofd mee. Je passé loodrecht uit de hoofd uit. En je volgt je gidslijn. Daar gaat hij eraf. Dus hier de laatste passé en dan sta ik echt, zie je waar ik sta, aan de zijkant. En dan gaan we gewoon op dezelfde manier gaan we door. En ik weet niet of jullie het nu horen, maar mijn mes gaat heel zachtjes
gaat hij door het haar. Het is niet dat geluid, ja, hoe moet ik dat toch uitleggen? Ik heb met mijn krik. Maar je voelt het wel. Als je echt gaat schrapen, dan ben je het haar aan het beschadigen. Dus tussentijds nat maken wanneer je dol het aan het drogen is. En ook elke keer het gedeelte wat je gedaan hebt, dat kam je dan al in zijn vorm dat hij ook al op die manier droogt. Dus we gaan gewoon door. Aan de andere kant is het een kopie. Ik zet hem nu niet op pauze, want ik wil echt dat jullie deze handeling goed eventjes bekijken. Want dit is gewoon een hele mooie manier om je klant de haar te snijden. Dus je neemt je gidslijntje, neem je mee. Elke keer dunne passeetjes pakken. Ja, ik draai hem toch weer even, want anders ben ik toch weer van de camera af aan het werken. Daar. En voor degene die met een tafelstandaard werken, draai gewoon je dolhead op die tafelstandaard dat je lichaam er echt voor is. Dat je zeker weet dat je een ronde lijn aan het creëren bent, want dat is ook hetgene wat je creëert met een reizende gidslijn. Dat je echt een ronde lijn met de hoofd meegaat. Een beetje draaien. En het is gewoon elke keer een herhaling van je techniek. Ik ga aan mijn gidslijn ga ik voorbij. Daar laat hij los. Evenredig aan de schedelvorm. En zo zie je dat je gewoon een heel mooi nekpartijtje kan knippen. Als je dit dus nu bij de klant gaat doen en de klant die heeft hele sterke kruinen in de nek, moet je even goed naar kijken voordat je het haar gaat wassen, want dan zie je precies de natuurlijke valling van die nekpartij. Maar wat ik dan doe, als ze dus zo'n eindresultaat wil behalen en die kruinen zijn heel sterk, die snij ik gewoon weg. Want dat andere haar valt er overheen. Zou ik ze niet wegsnijden, dan duw je die kruinen dat haar naar een puntje en dat wil ik niet. Dus de kruinen gewoon eronder wegsnijden. Nou, dan zijn we bijna bij de laatste passé aangekomen. Ik ga eraan voorbij. De laatste passé. Ik hoop niet dat ik nou vet in beeld sta. Met je lichaam ga je mee. Ga aan je gidslijn voorbij en sluit hem aan. Nou, dan hebben we hier, ik zal hem even draaien, hebben we dus het nekpartijtje. Hebben we erin zitten, we hebben nog een mooie lengte die valt. Dus voor jullie nu op pauze zetten en de nekpartij gaan jullie op deze manier afsnijden. Wanneer we dan de nekpartij gedaan hebben, dan gaan we naar het middelste gedeelte van het hoofd. En nu is de schedelvorm heel erg belangrijk. Want voordat ik dus ook het haar ga wassen, kijk ik dus naar de kruinpartij. Maar ik voel ook altijd even met mijn handen aan de vorm van de schedel. Want de volgende passé die ik ga snijden, en dan laat ik het even zien. Ik kan hem naar beneden. Maak hem eventjes een beetje vochtig. Zo. Dan neem ik in het midden, neem ik mijn gidslijntje, neem ik op. Kijk, mijn dolhead die heeft een ronde schedelvorm. Dan kan ik heel makkelijk deze passé rechtstandig afsnijden. En dat ga ik ook doen, want wanneer ik het haar naar beneden laat vallen, dan valt hij ook mooi met die bolling van het hoofd, valt hij mee. Maar stel je voor dat je klant nu een wat plattere achterhoofd heeft en je zou het op deze manier gaan snijden, dan komt het niet tot z'n recht. Want je wil altijd toch wel die ronding, die S-vorm erin creëren. Dus stel je voor je klant heeft een plat achterhoofd, dan ga je met je vingers in een hoek van 45 graden werken, want dan creëer ik met het haar een ronding, een bolling op het achterhoofd. In dit geval is het niet nodig, dus dan kan ik gewoon recht werken. Nou, ik neem een stukje mee van de onderkant, daar, dat is mijn gidslijn, daar wil ik hem op aansluiten. Ik zal hem een klein beetje lager zetten, want anders sta ik boven mijn macht te werken. Dus ik kam het loodrecht naar me toe. Pak mijn mes erbij. Daar. Dan ga ik net aan mijn gidslijn. Kijk, nu laat hij los.
En dan weet ik dat ik daar met mijn C-vormpjes makkelijk de lijn recht af kan snijden. En nogmaals, mijn vingers die blijven recht. Ik ga niet mee naar beneden, die blijven op zijn plek. En zien jullie, doordat ik mijn vingers kruis, hou ik de gehele passé in mijn hand vast. Dus het haar glijdt ook niet uit mijn vingers, want met je mes ben je toch een klein beetje aan het duwen. Nou, dan blijven we werken met een rijzende gidslijn. Dus ik zal hem even draaien. Kijk, dit was mijn eerste passé, mijn tweede passé. Deze passé neem ik mee naar de volgende. Dus ik projecteer het haar loodrecht naar me toe. Ik neem mijn gidslijn, neem ik mee. Ik zie nu de gidslijn door mijn vingers schijnen en dan kan ik hem daar heel mooi op aansluiten. Nou, op deze manier werk ik helemaal door tot aan de voorkant. Kijk, en doordat we gewerkt hebben met een diagonale scheiding, worden mijn passés zo dadelijk steeds smaller. Maar ik blijf op dezelfde manier doorwerken. Dat zien jullie ook zo dadelijk als ik aan de zijkant aan ben gekomen. Daar. Kijk, ik blijf de dolhead blijf ik draaien, zodat ik zeker weet dat mijn lichaam ervoor is. Want wanneer mijn lichaam er niet voor staat, dan projecteer je zo'n passé naar je toe en dan ben je extra lengte aan het creëren naar de zijkant. En dat wil ik niet, want ik wil echt in die ronde lijn wil ik blijven. Dus gewoon wegkammen, het gedeelte wat je niet in je handen hoeft te nemen, dat kam je gewoon weg, dat je heel overzichtelijk te werk gaat. Dus daar is mijn gidslijn. Ik blijf met mijn C'tjes werken. En dan zie je al heel mooi die laagjes allemaal mooi in elkaar wegvloeien. Dus nogmaals, blijf met je C'tjes werken. Het is een hele lichte druk op mijn mes die ik geef. En nu maak ik het nog een keertje, maak ik het vochtig. Ik wil niet in het droge haar gaan snijden. En alles wat ik gedaan heb, kan ik ook direct al in de vorm dat hij op die manier kan drogen. Dat het voor mij gewoon een overzichtelijk geheel blijft waar ik mee bezig ben. Dus, wat ik al aangaf, mijn passés worden steeds smaller. De vingers blijven recht. Maar heb je klant nu dat plattere achterhoofd, dan blijf je werken in een lijn van 45 graden. Want dan creëer je op het achterhoofd de bolling. Daar. En hier worden mijn passés dus steeds smaller, maar de stand van mijn vingers blijft gelijk. En dan zien jullie zo dadelijk, wanneer ik één kant af heb, zien jullie precies wat er gebeurt met het haar. Kijk, en deze lijn die ik nu eraan in aan het snijden ben, die kan je dus bij je klant echt ook korter maken. Hè? Dat je bijvoorbeeld op 2 of op 1 centimeter gaat zitten. Maar met deze lengte weet ik gewoon op mijn dolhead dat ik een mooi eindresultaat overhoud. En dat het geen stekelvarkentje wordt. Oké, de laatste. Daar. Kijk. Zie je dan uiteindelijk dit voorste puntje, ondanks dat ik allemaal gelijk ben gegaan, dit voorste puntje, dat is ietsje langer, maar dat komt natuurlijk omdat het oor daar zit. Maar dat wil ik ook houden. Bij deze koep vind ik het mooi dat hij dan wat zachter is dan de contourlijn. Want dan zou later de klant het ook nog achter het oor op deze manier, wanneer ze een echt oor zou hebben, kan ze het ook nog op deze manier achter het oor dragen. Dus dan kan je met je koep kan je verschillende kanten kan je uit. Nou, dit is weer voor jullie het moment dat je hem op pauze zet. Ik ga door met de andere kant, want het is exact de kopie van deze kant. Dus ik hou mijn vingers helemaal verticaal. Ik werk met een rijzende gidslijn, dus elke keer neem ik mijn passé mee. Ook al wordt mijn passé smaller hier, ik blijf op dezelfde manier doorgaan, zodat ik zeker weet dat ik dezelfde lengte hier bereik dan aan de achterkant.
Als het goed is, lopen we nu weer gelijk samen. We hebben allebei de beide kanten geknipt. Nu is één ding heel belangrijk voordat je de bovenkant loshaalt, is dat je gaat checken of je deze lijn overal hetzelfde hebt. Kijk, naar de voorkant wordt hij natuurlijk ietsje korter, want dan zit je op deze lijn, moet je dan jezelf nakijken. Maar dit wordt namelijk je gidslijn voor de volgende. Dus hier, deze lijn, die moet je bepalen of die overal of die gelijk is. Nou, als je dat dan gedaan hebt, dan gaan we de bovenkant eraf snijden. Nou, we zijn begonnen met een driehoekafdeling. Ik haal hem even terug naar voren, die grote driehoek. Dan ga je in die driehoek, ga je een nieuwe driehoek afdelen. Even langs de zijkant, dat jullie het goed kunnen zien. Je houdt hetzelfde aan. En dan doe je een centimetertje in die driehoek. Die deel je opnieuw af. Aan de andere kant doe ik nu exact hetzelfde. Zo. Een heel klein puntje. Ja. Nou, het gedeelte wat je dan niet gaat knippen, dat zet je dan weer even vast. Althans, knippen, snijden. Zo. Ik doe er wel even met twee klemmetjes. Dan weet ik zeker dat het niet in mijn weg zit. Zo. Dus wat ik nu gedaan heb, is een nieuwe afdeling gemaakt in die driehoek. En dan heb ik ongeveer aan beide kanten een centimeter heb ik er afgehaald. Ik wil bovenop, net zoals op de foto, de voorbeeldfoto, ik wil bovenop wel wat lengte overhouden waarmee de klant, of nou ja, nu op de dolhead, dat hij ermee kan spelen. Dat ze het naar voren kan dragen, dat ze het naar achteren kan dragen. Dus vanuit hier ga ik werken met een vaste gidslijn. Want voor degene die dan weten met de vaste en de lopende gidslijn, zodra je werkt met een vaste gidslijn, ga je dus meer lengte ga je creëren. Nou, hoe gaan we dat doen? En ik laat de cameraman, die roep ik er even bij, want dit is wel even een techniek waar je even met aandacht naar moet kijken. We nemen aan de onderkant een gidslijn. Oh, mijn kop die wiebelt een beetje. Zo, nu niet meer. Kan je bij je klant niet doen, hè, dames en heren. Maar, dan heb ik hier mijn passé en dan neem ik mijn gidslijn van daaronder, die neem ik mee. Dan zorg je ervoor dat je die passé loodrecht naar je toe projecteert. Dus je projecteert hem niet omhoog, want dan hou ik een heel kort kruintje over. Je projecteert hem ook niet naar beneden, want dan eindig ik met een zak. Dus deze lijn projecteer je rechtstandig naar je toe. Nou, en als je dan kijkt, kijk, daar zit mijn gidslijntje. Maar ik ga het weer snijden, dus ik ga voor mijn vingers ga ik langs. En dit bovenste ga ik dan met mijn platte mes erop, snij ik dit eraf. Dat ik in ieder geval daar de connectie heb. En dan kan je misschien denken van ja, maar Natas, dit is wel een heel kort kruintje. Maar zo dadelijk als we het haar in model gaan brengen, dan wordt die van achteren naar voren in model gebracht. Dus dat valt straks super, super mooi. Plus, wil ze het naar achteren dragen, kan het ook nog. Dan, deze kniptechniek, het is meer een schommeltechniek. Ja, ik weet eigenlijk niet zo goed hoe dat ik hem moet noemen, maar kijk maar goed wat ik doe. En de cameraman die loopt ondertussen ook een beetje om me heen, om te kijken hoe dat we dat het beste in beeld kunnen brengen. Maar deze lijn loopt diagonaal naar beneden. Mijn vingers zullen ook diagonaal naar beneden gaan wijzen. Maar de passé zelf, die projecteer ik wel loodrecht naar me toe. Dus niet te hoog, niet te laag. Ik wil geen paddenstoel creëren. En ik wil ook niet hebben dat die zijkantjes helemaal weg zijn. Dus ik projecteer hem naar me toe. Mijn vingers gaan diagonaal mee naar beneden. En nu hoop ik dat de cameraman Tyson, dat hij hem goed in beeld haalt. Want mijn mes, ik doe even mijn jasje een beetje omhoog. Mijn mes neem ik in mijn hand als een penseel. Of als een pen. Even goed mijn gidslijntje erbij, dat ik hem er goed doorheen kan zien. Daar. Mijn vingers gaan diagonaal. En ik kan deze techniek,
Ik kan hem alleen maar snel. Ik hoop dat Thijs hem goed in beeld hebt. Ik tik met mijn mes, en dat kan ik niet langzaam, tik ik mijn lijn eraf en ik volg de lijn die we daaronder gecreëerd hebben. Dus diagonaal je vingers naar voren en met een tikkende beweging snij ik het geheel snijker af. Dus dan weet ik dat ik een hele mooie, zachte, diagonale lijn voorwaarts erin maak. Nou, dat doe ik nog even aan deze kant. Doe ik hetzelfde. Ik pak mijn gidsje, pak ik erbij. Mijn vingers gaan mee in de diagonale lijn. Mijn mes gaat erachter. Kijk, en nu is het dus echt belangrijk dat je een scherp mesje hebt en dat het haar goed vochtig is. Ik projecteer de passé rechtstandig uit de hoofdhuid. Ik neem aan de onderkant mijn gidsje, neem ik mee. En dan gaan we weer. Tik, tik, tik. Op die manier maak ik mijn lijn, maak ik erin. Dan blijf je in die diagonale lijn, blijf je werken. Dus we gaan net zo lang door met onze afdelingen. Dus ik maak weer een nieuw driehoekje, maak ik erin. We gaan net zo lang door tot ik geen haar meer heb. Dus ook hier. Dus mijn driehoek die ik afdeel, die wordt steeds kleiner en kleiner. Dus dit gedeelte wat ik niet snij, daar blijf ik eventjes vanaf. Ik maak het haar goed vochtig. Dat ik zeker weet dat mijn mes er makkelijk doorheen kan. En dan gaan we dezelfde techniek gaan we gewoon weer herhalen. Dus dan gaan we weer. We nemen een gidsje mee van de onderkant. Want ik wil wel, hè, er zit geen disconnectie in. Ik wil echt dat alles wel mooi op elkaar is aangesloten. Dus ik til hem even op. Ja, daar zit mijn gids. Dus dan zie je al, de afstand van het haar tot mijn vaste gidslijn wordt al langer. Dus ik ben al extra lengte ben ik aan het creëren. Nou ga ik zo in mijn enthousiasme ga ik allemaal door. Maar eventjes voor jullie. Wanneer ik die eerste passé heb voorgedaan, zet hem dan op pauze voordat je doorgaat. Ik bedoel, ik ben alweer in mijn enthousiasme veel te snel. Maar wanneer ik die eerste heb gedaan, zet hem op pauze en ga dan door voor de rest. En als je hem dan eenmaal beheerst, dan kan je hem wel helemaal tot de bovenkant kan je hem afmaken. Maar nu ga ik dan toch even door. Ik pak weer mijn gidslijn, pak ik erbij. Van daaronder. Mijn vingers gaan diagonaal, gaan ze mee. Met mijn penseel, zoals ik mijn mes vasthoud, tik ik het haar, tik ik eraf. De passé is loodrecht naar me toe, dus ik transporteer hem niet naar beneden. Want wat zou er gebeuren als ik deze passé heel laag zou transporteren? Dan krijg ik het gevoel van een paddenstoel. Dan creëer ik heel veel zwaarte hier. Wanneer mijn passé veel te hoog is, dan kan ik het gevoel creëren van een hanenkammetje. Dat ik alleen maar bovenop wat lengte overhoud. Dus die passé naar je toe projecteren is heel erg belangrijk. Oké, gaan we weer. Ik neem mijn gidsje neem ik mee van daaronder. Het haar is vochtig. Mijn mes is nog scherp genoeg. Ik projecteer hem loodrecht naar me toe. Mijn vingers gaan mee diagonaal naar beneden. Daar is mijn gids. En ik sluit hem aan. Daar gaan we weer. En je snapt wel, als de onderkant korter is, dan zal de bovenkant ook korter eindigen. Maar wil je juist deze coupe met een hele korte onderkant en wel een lange bovenkant, dan maak je een disconnectie en dan bepaal je zelf de gidslijn waar je deze lijn op wil afsnijden. Dus alle technieken die ik jullie aanreik, die jullie nou in de afgelopen e-learnings mee hebben gekregen, maak ze wel je eigen en vertaal ze naar de klant toe. Dus het wil niet zeggen dat bij elke klant de coupe zo geknipt wordt, maar kijk gewoon met welke lijnen dat ik werk en ja, zet ze naar je eigen hand. Oké, daar gaan we weer. We nemen weer een centimetertje, nemen we af. Mijn driehoek wordt dus steeds kleiner. Want het vlak wat ik moet snijden wordt steeds minder. De afstand is steeds verder naar mijn vaste gidslijn.
Oh, hier. En daar. Nou, dan check ik even. Hier zo, dit puntje moet nog mee, zie ik. Die projecteer ik nog eventjes mee naar achteren. Even mijn afdeling melden goed inhouden. Dat ik zie waar ik mee bezig ben. Want op die manier ben ik gewoon gestructureerd aan het werk. En dan heb ik op de snelste en duidelijkste manier heb ik de koeper in zitten. Oké, dus dit projecteer ik weer naar achteren. Sluit hem mooi aan. Hier heb ik er al eentje wat langer. Gaan we weer naar de zijkant. Dus het is een herhaling van de techniek daaronder. Dus ik neem mijn gidsje, neem ik mee. Mijn hand gaat erachter. Mijn mes gaat weer in mijn hand als een penseel. En ik tik de lengte, tik ik eraf. Weer aan de andere kant. En als ik te snel ga, kies gewoon je eigen pauzemoment in de film. Spoel voor mijn part weer een stukje terug. Speel hem langzaam af. Want dit is natuurlijk wel een lijn die vergt wel eventjes wat aandacht. Oké, dan kan ik door naar de laatste. Deze kan ik splitsen in tweeën. Dus ik projecteer dat haar, projecteer ik naar buiten. Nou, ik hoef het niet meer naar achter te projecteren, want dit haar dat valt op deze manier naar de zijkant. En daar gaan we weer. Loodrecht naar je toe projecteren, blijf die diagonale lijn, blijf die volgen. Want dan hou ik aan de voorkant hou ik wat lengte, hou ik over. Ook weer aan de andere kant. Nou, Tyson die filmt goed mee, dus ik weet zeker dat we het straks allemaal wel goed in beeld krijgen. Dan gaan we weer. Blijf werken in je diagonale lijn. Oh. Goed de spanning erop blijven houden. Zo. En als we dan gaan kijken wat we gecreëerd hebben, als ik het naar boven toe kan, kijk, dan eindig ik in een punt. Zien jullie dat? Je eindigt in het midden met je punt en dat komt omdat ik alles naar buiten geprojecteerd heb. En dan behoud je dus een lengte voor die klant waar je dus mee kan spelen. Nou, voor jullie nu, zet hem op pauze, doe de hele bovenkant en daarna gaan we texturizen met de techniek die ik al heel lang gebruik, maar zo effectief is op zoveel klanten. Dus ik zie jullie zo terug. We zijn aangekomen bij het texturizen van het haar en deze techniek die ik jullie ga laten zien, die moet je echt zeer zeker eerst oefenen op een dolhead voordat je hem daadwerkelijk gaat uitvoeren op de klant. Want wat ga ik namelijk doen? Ik ga met mijn mes ga ik er haar tussenuit halen, zodat kortere haren langere ondersteunen en dat laat ik ook nog eens een keer met elkaar botsen. Het mooie is dan, ken je van die klanten die dan zo'n bolletje hebben met heel veel haar en dan ga je uitdunnen, 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 maar het blijft een bolletje. Het is wel een dunne bolletje, maar het is nog steeds een bolletje. Vaak wil je daar dat dat haar een beetje piekt, dat het haar ertussen uitspringt. Daar is deze techniek dus super voor geschikt. Deze gebruik ik ook veel bij heren, nou, in wat kortere lengtes, in wat langere lengtes. Maar de eerste regel is, het allervoorste randje van het haar, daar blijf je van af. Want anders zou je het gevoel kunnen gaan creëren dat je happen aan het maken bent. Nou, als je dan dat voorste gedeelte ertussenuit hebt gelaten, dan maak ik aan de bovenkant ongeveer van 2 centimeter maak ik een rechte lijn. Zo. Dat haar, dat kam ik naar
boven. Nou, dan pak ik mijn mes. Ik laat mijn kam achterwege. Deze passés die zijn nou helemaal doorgekamd. Let op, dan ga ik aan één kant van mijn dolhead ga ik staan en ik pak ongeveer een blokje. Het is een beetje 2x2 centimeter. Dat voeg ik naar een puntje. En dan de stand van mijn mes is schuin in het haar. Dames en heren, niet dit doen. Want dan creëer je een teletubby. Want dan ben je gelijk in één keer je passé kwijt. Dus daarom is het heel goed dat jullie deze gaan oefenen op een dolhead. Ik werk dus nog met hetzelfde mes waarmee ik begonnen ben. Hij is nog scherp, maar de allerergste scherpte is er van af. Dan zet ik mijn mes op 1/3 in het haar. En dat doe ik heel bewust, want zou ik hier gaan zitten, dan krijg ik allemaal stekels. En dat wil ik niet, dat haar moet ook nog om kunnen vallen. Dan de druk op mijn duim, die bepaalt hoeveel haar dat ik weg ga halen. Kijk, dus ik ga langzaam omhoog, 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 omhoog. Mijn lengte blijft, maar kortere haren creëer ik onder mijn lengte. Nou, het blokje wat ik dan gedaan heb, daar blijf ik vanaf. Ik blijf aan dezelfde kant staan en ik pak een nieuw blokje. Als je dus nu heel snel wilt werken en je denkt, oh kom maar op, dat doe ik even. En je zou bijvoorbeeld je haar zo wegdrukken, dan kan je niet gaan snijden. Want dan ben ik in één keer mijn pluk ben ik kwijt. Heb je nu een lengte die omvalt, dan hou je gewoon de bovenkant vast op deze manier. Niet te veel spanning, gewoon zachtjes. En dan de druk op mijn duim. Hoe harder dat ik druk, hoe meer haar dat er weg gaat. Maar dan creëer ik ook weer kortere haren onder mijn passé. Nou, doe ik er nog één. Dus op 1/3 mijn mes erin. Mijn mes is met een lichte hoek in het haar. Ik ga omhoog. En ik haal het haar haal ik weg. Nou, hetgene wat je dan gedaan hebt, dat kam je naar voren. Daar blijf je van af. Maar dan gaan we door naar de volgende. Dan neem ik een volgend baantje, neem ik op. Die kam ik hetzelfde omhoog als wat ik bij die passé daarvoor heb gedaan. Maar nu komt het, ik ga aan de andere kant staan. Dus ik creëer kortere haren op een andere plek als die passé daarvoor. Zou ik aan dezelfde kant blijven staan, dan kan je misschien het gevoel hebben dat je een gat gaat creëren. Dus de cameraman die loopt ook even naar de andere kant, Tyson. Want anders zit mijn arm in beeld voor hetgene wat ik nu doe. Kijk, maar op 1/3 zet je je mes erin met een lichte hoek. Je gaat omhoog. Je blijft van je lengte af. Je creëert er kortere haren tussenin. Dus nog een keer omhoog op 1/3. En daarmee creëer je echt lucht in het haar. En dan zegt zo'n klant, oh, nou kan ik eindelijk ook een keer mijn haar een beetje rommelig en piekerig dragen. Maar of het nou een dame of een heer is, het maakt niet uit. Deze techniek die kan in zoveel koeps kan die gebruikt worden. Nou, dan moet je altijd en alle tijden opletten bij je klant op het kruingedeelte. Daar waar de kruin zit, doe alsjeblieft deze techniek niet. Want dan creëer je ook weer een teletubby. Het kruingedeelte laat je er dan gewoon uit. Daar gaan we weer. Dus mijn duim gaat erin. Ik sta nu weer aan de andere kant. Dan gaan die kortere haren met elkaar botsen. En dan zachtjes ga ik omhoog. Kijk, ik doe het nu heel traag voor jullie, omdat ik het dan goed in beeld krijg. Maar in de salon gaat dit heel snel. Doe ik deze techniek elke 6 weken bij mijn klant? Dat weet ik niet. Maar dat is met texturizer. Je moet kijken, je moet voelen. Op die manier kan ik bepalen van, nou ja, het is wel nodig of het is niet nodig. Maar doordat we nu al die kortere haren erin hebben gemaakt, dat die kortere haren met elkaar gaan botsen, is het voor deze klant veel makkelijker om dit haar op allerlei verschillende manieren te dragen. De voorkant heb ik dus nog niet gedaan, want zou je heel actief zijn met je mes,
dan zou je dus kunnen hebben dat je wat happen gaat creëren. Maar ik wilde die zeer zeker nog wel meenemen, want die voorkant wil ik ook niet te zwaar hebben. Nou, dan pak ik een wat groffere effileerschaar. En dan haal ik op deze manier wat lengte ertussen uit. Dat ik wel een gebroken lijn creëer, maar dat er nog wel wat kortere haren tussen zitten. Maar niet dat er allemaal happen tussenuit zijn als het naar voren draagt. Dus aan jullie op deze manier texturizen. Neem de tijd, doe het voorzichtig en dan vanuit hier kunnen we het gaan kleuren. In de kleurtechniek ga ik gebruik maken van de transparante folie. Nu heb ik van jullie massaal de vraag gekregen, Natasja, hoe kom ik aan die transparante folie? Nou, we hadden ze niet meer op voorraad. Ik heb net te horen gekregen dat ze weer wel op voorraad zijn. Je kan ze dus bestellen via de webshop. En dat is dan www.kishaircare.nl. Maar als je daar nou niet aan uitkomt, ja, dan kan je ook altijd even het bedrijf bellen. En het telefoonnummer is 055-543-1111. En het goede nieuws is, want ik weet dat er ook heel veel kapsters aan deze e-learning deelnemen, die dus nog op school zitten en geen account kunnen aanmaken. Je kan dus deze transparante folie, kan je dus ook nu bestellen zonder account. En we hebben ze in twee maten, in lang en in kort. En heel eerlijk, de prijs, ja, dan moet ik ook nazoeken. Ik heb geen idee. Maar als je naar de webshop gaat of je bel eventjes, dan kunnen ze je dat vertellen. En nou ja, dat kan je wel zien. Ik ben de creatieveling en niet de zakelijke. Want ik heb echt geen verstand van prijzen of hoeveel of wat. Maar de kleur die ik ga klaarmaken. Ik laat het wel even buiten beeld, want jullie kunnen gewoon met je eigen merk werken. Op de aanzet gaan we de 5RM zetten, rood mahonie, en dan gaan we in de lok, in het lange gedeelte, gaan we een techniek plaatsen met de 05R gemixt met de R-mix en met de R-mix alleen. Dat je echt wel een beetje het accent op die lok krijgt. Nou, de soft shades maken we normaal gesproken maken we in een flacon, maar ik doe het nu in een bakje omdat ik met passeetjes ga werken, maar dat zien jullie dus dadelijk in de techniek. Dus voor nu, maak je eigen kleur klaar, zet hem op pauze en dan zie ik jullie terug bij de kleurtechniek. Nou, we zijn zover aangekomen dat we kunnen beginnen met de kleurtechniek. Ik heb mijn kleurtjes allemaal al klaargemaakt. Nou, ik had de formulering nog niet gezegd, maar ik heb de 5RM van de Safe Shades met DMI klaargemaakt met 1,9%. Want ik hoef alleen maar in te kleuren, ik heb geen grijsdekking. Bij KIS is het wel zo, grijsdekking is met 3%, dus voor degenen die met KIS werken, let daarop. Ik heb de soft shades heb ik klaargemaakt en ik heb in het ene bakje zitten de 05R half met halve redmix en ik heb eentje redmix puur. Het mooie van de soft shades is natuurlijk dat hij de kleur neemt van de ondergrond. Dus ik krijg straks een heel leuk kleurenspel van roodtintjes in die lokpartij. Maar het allereerste wat we gaan doen is het aanzetje verven. En nogmaals, let erop. Kleur netjes dat er geen verf op je dolhead op het hoofd komt. En ik heb voor mezelf coral wipes heb ik erbij. Die ik heel makkelijk kan gebruiken om dan toch als ik kleur op de hoofd uit krijg dat ik het weg kan halen. Maar voor nu in mijn 4-vlaks afdeling ga ik dus het aanzetje. Zo maar net een centimetertje ga ik inzetten. En dan op die manier heb ik de aanzet mooi diep ingekleurd met de rood mahonie op een 5 hoogte. Zorg ervoor dat je met niet al te strakke lijnen werkt. Dus je gaat je kwastje er plat op zetten. En laat hem een beetje uitlopen. Niet te harde lijnen, want straks aan de bovenkant komen natuurlijk allemaal nog andere kleurtjes. Eerst contourrandje inzetten. Ik vind dat zelf altijd wel de prettigste manier. Het is namelijk zo, de kleur komt nu in aanraking met de zuurstof. Die gaat ontwikkelen. En dan later, wanneer ik klaar ben, kan ik precies aan de voorkant zien of ik alles netjes keurig heb ingezet. Of dat er misschien nog wat bijgezet moet worden. En als het grijs is, dan wil ik zeer zeker dat die grijsdekking gewoon heel goed is. Dus ik begin zelf persoonlijk altijd aan de voorkant met mijn kleur in te zetten. Nou, met mijn kammetje duw ik het haar dan naar achteren, zodat ik allemaal wel mooi clean kan werken. Niet te veel verf van mijn handschoenen, want dat wil ik ook niet. Nou, dan bovenop begin ik met de middenscheiding.
Kijk, en dan gaan we straks gebruik maken van de kleurtjes die eronder zitten. Nou, voor jullie, ik denk iedereen die deze training meevolgt, die weten echt wel hoe je dit inzet. Zet hem op pauze, heel de aanzet, een centimeter inzetten en vanuit daar komen we bij elkaar weer terug. De aanzet heb ik er nu helemaal in zitten. En nou, velen onder ons weten het wel, de kleur versterkt de coupe. Nou, het accent van deze coupe ligt natuurlijk op de bovenkant. Dus ik wil ook zeer zeker het accent van de kleur daar op de bovenkant wil ik ook hebben. Dus ik maak weer mijn driehoekafdeling die echt wel vanuit de kruin naar voren komt. Even kijken. Dus even goed en voorzichtig die driehoek afdelen dat er geen kleur in de lengtepunten komt. Want dat zou invloed kunnen hebben op de kleurtechniek die ik er zo in ga zetten. Daar. Zo. Nou, dan heb ik mijn driehoek heb ik hier afgedeeld. En zoals je kan zien als ik hem omdraai, ik zet dit voor de rest niet vast. Met clipjes of zo. Dat laat ik even zo hangen. Kijk, maar nu heb je hier dus nog lengtepunten die eruit steken. Die nog niet gekleurd zijn. Kijk, ik wil dus echt al het accent qua kleur in die lok hebben. Dus voor mij is dan de keuze om de lengtepunten. Want dan ga ik weer hier vanaf hier naar beneden ga ik weer beginnen. Dan zet ik de lengtepunten zet ik in met dezelfde kleur als die van de aanzet. Nou, daar hebben we het natuurlijk al een keer gehad over het voorpigmenteerverhaal. Want misschien hier zit er wel wat blond in. Maar ik werk met een kleur met rood en mahonie. Dus dat rood wat erin zit in mijn tube, die zorgt er echt wel voor dat ik een mooie kleur overhoud. En dat die niet doorslaat naar het groene. Het is eigenlijk verven en pigmenteren of voorpigmenteren dan gewoon in één verhaal. Maar hier kan je natuurlijk ook creatief in zijn, hè. Als je denkt van nou, ik wil juist die punten wil ik wel wat feller rood hebben. Nou ja, dan kan je ook een ander kleurtje kan je kiezen. Maar voor nu kies ik dezelfde kleur. Puur omdat ik gewoon echt al het accent op die bovenkant erin wil hebben. Dus dit zet ik allemaal in. Nou, ik kam hem even door, dat ik zeker weet dat ik alle haren heb gehad. Blijf voorzichtig met verven dat je dolhead niet helemaal onder de kleur zit. Goed alle punten meenemen. Kijk, en met het verven plak je die gewoon weg. Dus dan weet ik zeker dat het straks ook niet in de weg zit. Nou, aan de andere kant, ik zal even draaien. Deze kant. Aan de andere kant doe ik exact hetzelfde. Dus ik begin weer onder in de nek. Kam hem door. Weet ik zeker dat ik alle lengtepunten heb meegenomen. Van mijn driehoek blijf ik af en jullie kunnen nu ook zien, het haar in mijn driehoek is nog gewoon compleet schoon. Gewoon puur omdat ik echt wel secuur en netjes werk. Er zit geen verf aan mijn handschoenen. Want zodra dat de verf aan mijn handschoenen komt te zitten, dan maak ik ze schoon met een handdoekje. Want dat zou alleen maar later mijn techniek in de weg kunnen zitten. Zo. Even voorzichtig doorkammen. Dat ik zeker weet dat ik alle lengtepunten mee heb genomen. En je zal merken, de kleur op je dolhead, die slurpt in het haar. Dus je zal meer kleur nodig hebben dan je normaal gesproken bij je klant nodig hebt. Maar een dolhead haar, ja, dat slurpt gewoon de kleur. Die slurpt hem gewoon helemaal op. Nou, even goed doorkammen. Kan dit alvast lekker op zijn gemakje gaan inwerken. Nou, dan zijn we nu dus aangekomen bij de driehoek.
Ik ga er dus met verschillende kleuren ga ik daarin werken. Nu is die driehoek zo afgedeeld naar voren toe, maar ik ga alle kleuren diagonaal met elkaar inzetten. En dat is weer hetzelfde als met je highlights. Zodra ik met diagonale kleuren ga werken of met de plaatsing van mijn kleur, dan creëer je beweging in het haar. Dan krijg je echt een ander gevoel dan wanneer ik ze allemaal op deze manier horizontaal zou gaan plaatsen. Nou, dan ga je nadenken van waar wil ik met de kleur zitten in het gezicht, waar wil ik eindigen. Nou, ik begin eerst hier bij het eerste puntje. Ik plaats daar een transparante folie, plaats ik daar onder. Zo, op deze manier. Dat is puur ook om het gezicht te beschermen, maar ook omdat mijn kleurtjes mooi met elkaar gaan blenden. Nou, ik pak nu, of niet dat we mooi met elkaar gaan blenden, dat ik een overzicht heb met welke kleuren dat ik bezig ben. Nou, deze wil ik nog donker hebben, dus daar begin ik ook mee. Dat is gewoon exact dezelfde kleur als mijn aanzetkleur. Zo, nou daar plaats ik dan een transparante folie. Even kijken of ik het goed in beeld heb. Tyson die filmt ook mee. Dan plaats ik een transparante folie op deze manier op. Dan ga ik naar mijn volgende passé. En het is echt wel een passé van een centimeter. Die kam ik voorzichtig door. Wel met een schoon kammetje. Ik gebruik de soft shades. En dit is de kleur de 5R met halve R-mix gebruik ik dus nu met een kwastje. Let er dus op wanneer je dit gaat doen dat je voorzichtig bent met de kleur op je kwast, want het is natuurlijk een vloeibaar product. Maar het mooie hiervan is dat het allebei in één behandeling gaat. Nou, dan ga ik door naar de volgende. Pak ik een wat smaller passeetje. Nou, die zet ik dan weer in de aanzetkleur. Want ik wil echt dat die kleurtjes allemaal mooi met elkaar gaan blenden. Ik wil ook niet één heel groot fel gedeelte overhouden. Dus ik doe elke keer wel een passé van de kleur die ik op de aanzet heb gedaan. Die doe ik erdoor. Ik blijf diagonaal werken. Kijk, en dan is het heel makkelijk met je transparante folie. Je plakt hem erop. En je weet precies daaronder waar je gebleven bent met je kleur. Nou, dan gaan we door naar de volgende. Nou, deze mag echt wel wat feller. Wat ik al aangaf, voorzichtig met de kleur op je kwast. Maar het is echt wel goed te doen om deze kleur aan te brengen met je kwastje. Maar niet te veel kleur op je kwast, want anders ben je aan het morsen op de grond. Dus die zet je in. De soft shades kan je gewoon tegen de safe shades tegenaan zetten. Dat is waarschijnlijk met jullie merk ook. Wanneer je met een spoeling werkt of iets dergelijks. Die kan je er gewoon tegenaan zetten. Kijk, gaat er weer een transparante folie. Gaat erop. En dan is het echt het voordeel dat ik gewoon kan zien waar dat ik gebleven ben met mijn kleurenpalet. Nou, dan weet ik dat ik hier weer de aanzetkleur in moet zetten. Ik gebruik geen plankje. Ik gebruik gewoon het gedeelte wat eronder zit. Gebruik ik gewoon om mijn andere kleur op in te drukken. De transparante folie die beschermt toch het onderliggende haar. Zo. En op deze manier blijf ik gewoon diagonaal doorwerken. Nou, deze passé die mag voor mij wel weer even iets breder. Dan weet ik zeker dat die rode kleur wat beetje dominerend aanwezig is. Ik maak nu mooi gebruik van de kleurtjes die eronder zitten. Kijk, want ik heb hier in deze passé al allerlei verschillende kleuren heb ik zitten. En hij neemt natuurlijk de kleur aan van de ondergrond. En dan zien jullie straks in het eindresultaat een heel mooi kleurenpalet in de lok zitten. Voorzichtig met de soft shades op je kwastje, dat je niet te veel aan het morsen bent. En voor de knoeiers onder ons, leg een handdoekje op de grond om je vloer in ieder geval te beschermen. Daar. Kijk, het fijne is ook van die transparante folie, hij is flexibel, dus ook al loopt het hoofd rond, dan kan je hem gewoon zo hup er tegenaan plakken. Ik neem weer een smal passé, of een smalle passé.
dat wordt weer mijn aanzetkleur. Dus ik doe hem elke keer om en om. Kijk, dus dit wordt dan weer dezelfde kleur als mijn aanzet. Maar hier kan je creatief in zijn, hè? Met je kleuren. Wat jij zelf wil, wat je zelf leuk vindt en wat de klant leuk vindt. Ik bedoel, zou ik deze techniek doen met verschillende blondtinten, dan is het eindresultaat natuurlijk veel rustiger dan wanneer ik werk met roodtinten. Maar ik ben echt een groot fan om met die diagonale scheidingen te werken. Kijk, daar gaat weer een transparante folie op. Deze die gaat weer met de puur red mix zet ik in. Dat is dit bakje. Voorzichtig met mijn kleur op mijn kwast. Gewoon mooi de aanzet met de lengtepunten laten blenden. En zo ga je helemaal stapgewijs door tot je geen haar meer hebt. Nou, en dan is het weer lekker in laten werken, uitspoelen en dan gaan we met z'n allen feunen. Maar kort haar feunen op een dolhead en ook bij een klant, ja, vereist ook wel een speciale techniek, want ik wil geen Beatrix hoofden zien. Dus later leg ik jullie nog precies uit hoe je dit mooi kan feunen. Maar voor nu, ik ga gewoon constant hetzelfde door. Kijk, dit was mijn pure roodmix. Dan weet ik dat ik hier weer een aanzetkleur in moet zetten. En dan kan je zelf ook de keus maken of je de passé wat breder neemt of wat smaller. Dat is geheel aan jezelf. Zolang je maar nadenkt over het eindresultaat. En zolang je maar in je diagonale scheidingen blijft werken. Want dan krijg je straks een heel mooi diffused eindresultaat. Voor nu, ik zou zeggen op pauze en de lock erin zetten. De dolhead heeft nu een half uur gezeten, dus met z'n allen gaan we hem nu even uitspoelen. Daarna kom ik terug om jullie te laten zien hoe je dit op een zo leuk mogelijke manier kan feunen. Dus uitspoelen en tot straks! We zijn bij het laatste onderdeel aangekomen en dat is het feunen van het haar. Maar ik wil ook eventjes vermelden, dit is tevens ook de laatste e-learning die ik voor jullie ga verzorgen. Ik heb geen idee hoe lang dat de lockdown nog gaat duren. Maar ik heb ook nog andere projecten die liggen waar ik me ook weer op moet focussen. Maar ik hoop dat ik jullie met deze zestal trainingen heb kunnen inspireren met nieuwe knip- en kleurtechnieken. En als we ze dadelijk open mogen, dat jullie weer heerlijk aan de slag kunnen. In de toekomst zal ik wel verder gaan met de e-learningen, maar ik denk dat het dan expliciet wordt voor onze KIS-klanten. Maar dat project, dat ligt er nog, dat is een latere zorg. Maar ja, ik wil jullie, voordat ik echt ga eindigen, wil ik jullie nu alvast bedanken dat jullie allemaal massaal hebben gekeken en hebben meegetraind. En nou ja, het is toch wel in deze moeilijke tijd toch wel een dingetje wat mij heel vrolijk en blij heeft gemaakt. Laatste ding, het feunen van kort haar en dan vooral op een dolhead. Ik wil niet dat het een Beatrix wordt, dus er zijn een paar regeltjes. Nou, allereerst, ik wil wat textuur aan gaan brengen. Dus ik gebruik de Keramousse, een wat steviger product. Ik heb natuurlijk nu maar te maken met een klein beetje gehighlight haar wat erin zit. Het haar is wat ruiger, dus ik doe met de smoother, doe ik bovenop mijn keramousse en die meng ik dan bij elkaar. Dan heb ik toch de smoother die het haar verzacht en glans geeft. En dan juist de keramousse die geeft weer wat meer versteviging aan het haar. Nou, goed verdelen in het haar. En als jullie nou goed kijken, ik moet wel lachen. Ook ik heb een heel klein beetje kleur op mijn dolhead. Maar het voordeel is, ik ga dat haar eroverheen feunen zo dadelijk. Dus dat zie je niet meer. Deze kant is mooi schoon gebleven. De zijkant en de achterkant wil ik niet bol hebben. Dus die ga ik ook gewoon met de vlakke hand, gewoon met de föhn naar beneden ga ik die blazen. Want bij een dolhead en ook bij de klant is het namelijk zo. Ga je dit heel breed zetten, dan krijg je een rond bolletje. En dan wordt het een beetje Beatrix en dat willen we niet. Dan vanuit de kruin gaat het naar voren vallen. Dan ga ik het met een ronde borstel föhnen. Maar niet op de manier waarop je gewend bent. Want wanneer ik namelijk zo ga föhnen,
dan krijg ik heel veel volume en dan wordt het heel stijf. Ik ga juist tegendraads feunen op deze manier. Dus de aanzet zet ik niet bol, maar de punt laat ik polijsten. Ik ga dan zowel linkshandig als rechtshandig ga ik feunen, zodat die bovenkant een beetje met elkaar gaat botsen. Nu kan ik niet praten tijdens het feunen, dus ik zou zeggen gewoon goed kijken hoe dat ik mijn borstel hanteer en thuis gewoon lekker oefenen. Want dit is zeer zeker ook een leuke techniek om bij je klanten te gebruiken. Open your eyes, what can you see around? Wind of the open sky, over the siren sound. This is a dream, getting the royal scar. Holding a diamond blade, throwing it far. Nu kan je goed zien door de manier van feunen dat het haar met elkaar gaat botsen en daardoor krijg je dus een heel speels effect. En dat versterkt natuurlijk ook weer door de kniptechniek die hieronder zit, want met dat texturizer hebben we natuurlijk ook haren erin gecreëerd die met elkaar botsen. Nou, als laatste gebruik ik de Control, dat is een stylingscreme om net nog even iets meer accent te geven op de lokken, goed warm maken in de handen. Nou, jullie zullen zelf ook wel iets in die geest hebben. En nou is het voor mij heel moeilijk om te kijken in de camera. Dus wat ik doe, ik draai hem even. En dan pak ik de spiegel erbij. Ook dan laat ik met mijn handen dat haar eventjes botsen. Dat ik zie wat er gebeurt. Zo, en dan... Die zijkanten, nou ja, die probeer ik zo glad mogelijk te hebben, want dat geeft op zo'n dolhead toch altijd wel een beetje zo'n pruikengevoel. Deze plukken, die laat ik gewoon een beetje botsen met elkaar. Zo. En dan met de Keraspray kijk ik nog even goed hoe dat de vorm erin zit. Nou, dan kan ik hem nu wel weer terugdraaien naar de camera. Ja, dat cameraatje van mij, dat boven dat schermpje, dat is heel klein. Dus het is voor mij heel moeilijk om te zien. En heel eerlijk, ik ben te ijdel om mijn bril op te zetten. Want ook die heb ik. Ik word natuurlijk ook een jaartje ouder. En om dan nog een corona dingetje te verklappen. Ik krijg mijn jasje niet meer dicht. Dus ook bij mij zitten de corona kilo's zitten eraan. Hoe is dat bij jullie? Nou ja. Dat komt later wel weer. Latere zorg om die kilo's eraf te krijgen. Maar zoals je kan zien, een hele leuke kleurspeling in het haar. Omdat we al die verschillende roodtintjes erin hebben gezet. Kijk, we hebben gelukkig nog een lengte om die zijkant een beetje plat weg te duwen. Nou, en dan hebben we toch echt wel een heel leuk pixie model hebben we erin gemaakt. En hierbij is het dan toch echt de laatste. Nogmaals, dankjewel. En wie weet tot op mijn YouTube kanaal. Mwah.